定了个小方案，策划得很周全。早上起我偷偷的跟着儿子去上班。你好，ik ben Floris Evers, Hockey International. Niet geselecteerd helaas, en daarom de komende tijd uw gids in Beijing. Ni hao, Floris Evers. Can you give me the signature from me? Of course. Ja, daar zitten we dan. Het is heel bijzonder. Ik loop naar het zwembad in het Olympisch dorp, wat er trouwens schitterend uitziet. En ik kom in één keer vijf jongens van het Nederlands hockeyteam tegen. We moeten wel weten dat die jongens hier niet de hele dag zitten, maar gewoon even een kwartiertje even in het zonnetje zitten. Ze hebben net losgezwommen, dus absoluut niet denken dat het toeristen zijn, want ze zijn heel serieus bezig. Ik zat gisteren met Van der Hogeband in de uitzending en die zei tegen mij, de hockeyjongens zijn heel erg gefocust. Dat is zo'n grote sporter dat zegt, dat is een goed teken. Ik begin even met Jeroen Hertzberger. In mijn ogen doet hij het schitterend, je eerste Olympische Spelen. Geniet je een beetje? Ja, ik geniet heel erg. Dit soort dagen, als we niet hoeven te hockeyen, zijn natuurlijk heerlijk. Dan kunnen we een beetje aan het zwembad zitten. Dus, mooie vrouwen bij het zwembad? Ja, er zitten wel mooie vrouwen. Vooral de Spaanse dames doen het goed. En de Braziliaanse doen het ook goed, dus ik geniet zeker. Ja, ik kijk mijn ogen uit. Robbie, tweede keer al. Wat is beter, het Olympisch dorp hier of in Athene? Ja, ik moet zeggen dat ik het redelijk goed georganiseerd vind hier in Beijing. Het dorp is fantastisch, er zijn veel dingen die je kunt ondernemen. Hier is een computerzaal, je kunt lekker tennissen, basketballen, wat je wil. En af en toe lekker even ontspannen bij het zwembad om speeches los te gooien. Is ook heerlijk. Ik ben helemaal tevreden. Je ziet er fit uit, moet ik zeggen. Dankjewel, Floris. Ik voel me ook fit, kan ik je vertellen. Maar het komt misschien ook omdat ik de stand-in ben voor Jeroen en Teun. Dus ik heb nog wat energie over. Ik ben behoorlijk fit. En Geert, broertje van Robbie, of broer moeten we zeggen. Voor mij de man in vorm. Ja, jullie zijn allemaal in vorm. Maar Geert heeft toch wel mooie dingen laten. Die bal van de lijn gehaald in een belangrijke wedstrijd. Een goal gemaakt. Ja, dat is hartstikke leuk. Bombarda, hè? Nee, we gaan goed. We gaan 3 wedstrijden, 9 punten. Ik voel me goed, dus het gaat allemaal leuk hier. Ja, nee, het gaat goed. Ik zeg gewoon, volgens mij verdedigend zijn we lekker bezig. En als we iets meer de kans afgemaken voor de wedstrijd, dan veel vertrouwen gewoon voor de volgende potjes. Weusdorf is echt een beachboy naam, want ik ben samen met hem een keer naar Perhentian geweest. En Weusd, het is geen Perhentian hier, maar je bent wel aan het genieten, of niet? Ik ben zeker aan het genieten. Ja, gisteren je eerste goal gemaakt. Gisteren eerste goal gemaakt, daar ben ik ook heel blij mee, kop is eraf. En ik denk, we hebben natuurlijk heel veel kansen gehad. Nu een keer een goal gemaakt, ik denk dat de kop eraf is en dat we nu verder gaan en meer goals gaan maken. Wel belangrijk om te zeggen, denk ik, Weusdorf is natuurlijk de grote cornerman samen met Takema. Takema die heeft vaker mogen aanleggen, maar Weus mocht gisteren toen Taken geblesseerd was aanleggen en de man flikt het meteen. Dus applausje voor grote verdette en we zijn gauw weer bij jullie terug. Adios. Even een applausje, jongens.